Passaggio met Lex Bolmeijer. Deze maand beleefde Marietta Petkova, Bulgaarse van oorsprong, haar 25-jarig jubileum als pianiste in Nederland. En dat vierde ze met een concert, zeker ook, maar ook met een dubbel cd. Met preludes van Bach, Chopin en Scriabin. Live opgenomen in Lausanne in mei van het vorig jaar in de Salle Paderewski, die haar zeer dierbaar en vertrouwd is. En ik heb er nooit veel twijfel over laten bestaan dat ik Marietta Petkova een van de bijzonderste muzici vind die er rondlopen. Uitzonderlijk, altijd zo ongelooflijk geëngageerd aan de ziel van de muziek. En ik vind het dus ook onbegrijpelijk dat zij niet een glanzende internationale carrière heeft. Ik ben niet de enige die dat vindt trouwens. Paul Jansen schreef in Luister het volgende onlangs. En de laatste zin van zijn stuk viel weg. Dat gaat gerectificeerd worden. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar hij begint zo. Kort na het bekend worden van het overlijden van Toets Tielemans. Op 28 augustus zet pianiste Marietta Petkova een YouTube-filmpje op haar Facebookpagina dat boekdelen spreekt. Tielemans, accordeonist, dat weet u natuurlijk, begeleidt nu eens op gitaar Caterina Valente in Les Moulins de mon coeur van Michel Legrand. Nou, dat ken ik dan toevallig nog in een versie van Herman van Veen. De rimpels in de vijver, de webben van een spin, zomaar cirkels in de ruimte, zonder einde of begin. In een eindeloos refrein, er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. Maar de oorspronkelijke versie is anders, dat gaat meer over het malen in je hoofd. En volgens Paul Jansen is het tussen Valente en Tielemans een intiem samen zijn vol vreugde. Geen ego, geen prestatiedrang, geen ballast. De muziek is het enige dat telt. En hoewel de opname uit de vroege jaren 70 stamt en erg slecht is, komt de boodschap helemaal over. Alsof de muziek, de bedoeling van de noten, zich loszingt van de omstandigheden en een geheel eigen leven gaat leiden. Dat is waar het om gaat. Dat is de staat van zijn van musiceren die Marietta Petkova zelf ook zoekt. Dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune, avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Comme le chemin de ronde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, comme les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme le vol d'un goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan. Thank you.
Tielemans. Thank you.
de eerste vier preludes van Chopin door Marietta Petkova live in Lausanne te vinden op haar nieuwe dubbel cd Preludes, bij Bloomline uitgebracht. Paul Jans, om daar nog even twee terug te keren, schreef in Luister: het is musiceren voor Petkova een zoektocht, het blijft een zoektocht. Zoals haar ouders als chemici alchemie bedreven en van lood goud probeerden te maken, zo blijft zij als een Toets Tielemans van de vleugel zoeken naar het goud en de pure liefde achter de noten. En alleen dat al maakt haar tot een van de grootste pianisten van deze tijd. Dat was zijn slotzin. Het artikel verscheen in november en toen bleek die slotzin er afgevallen te zijn. Per ongeluk, zomaar. Maar dat was natuurlijk niet helemaal fraai, dus ik hoorde vandaag dat Luister heeft beloofd, officieel beloofd, om het te rectificeren in het volgende nummer of een van de volgende nummers. En dan komt er gelijk een lezersaanbieding voor die dubbele cd met preludes bij. Dus dat is in een van de aanstaande nummers van Luister. Gelukkig is dat gerectificeerd. Ik zet het allemaal eventjes ook op de Facebookpagina. Passaggio met Lex Bolmeijer. Deze maand beleefde Marietta Petkova, Bulgaarse van oorsprong, haar 25-jarig jubileum als pianiste in Nederland. En dat vierde